dan zullen jullie iets bijzonders zien, namelijk een Fries met een springstaart. Nou, ik vind het vrij kort hoor, voor een Fries. Nou, met bonus gaat het wel beter, de Tess. En dan met de moonwalk. Ik is blij. Oeh, ja! Oké. Ja, gaan we daarin? Ja. Dan kunnen we hier omhoog? Nee. Ik ben bang dat ze omvallen. Wat zit daar dan? Dat is wielrennen. Oh! Daar heeft mijn vader nog wel eens gewielrend, denk ik dan. Oh, cool. Nou, gaaf. Knap. Ja. Zo. Hier zijn we toch ook een keer geweest met Blondie en Boris. Volgens mij als wij naar huis toe moeten, rijden wij hier ook langs. Is daar rechtdoor het paardenstoplicht of niet? Nee, dat is het pad daar. Oh ja. Dan zeg maar het pad dat wel uit het scheurpad. Oh ja, die. Ja. Oh ja, dan ging ze hier altijd al helemaal dribbelen. Zo, gaat die lekker, Eik? Ik heb een beetje de ene bak gevallen. Braaf, goed zo. Oh, ligt daar een motor in het water? Wat? Lag een motor in het water? Waar? Ja. Zo, Boris zegt gewoon, ik ga gewoon in je kont zitten, dan loop je tenminste vooruit. Zo, laat ik gelijk mijn broer even de villa zien. Kijk Rick, daar wil ik wonen. Ja, vind ik wel een leuk huis, Rick. Ja. Hier zouden we wel... Hier willen Daan en ik wonen. Kijk, dit zijn nog een plekje vrij. Ja. Eigen... Vraag maar aan Lotte. Lotte die kan goed huizen bouwen. YouTubers huizen of zo. Ja, dat is gaaf. Zit mijn moeder in de auto? Nee. Nee.
Zeg maar mama. Hallo. Boris is ook geparkeerd. Buitenrit geweest met Aik en Boris. Het is anders dan Blondie. Want Boris die zit graag in de kont van Aik. Boris zegt zo, Aik, wat heb jij een mooie Friese kont. Dus het was een soort botsautootje. Vond Aik het goed? Ja. Aik dacht, oké. Zo. We kwamen ook nog de eigenaar van Aik tegen. Echt waar? Ja, die zat in een bootje en toen hebben we Daan en de eigenaar even gepraat. Ook superleuk!